Right, eerst alles uit open. Ja. Ja. Ook het rekje. Ja, doe die er ook maar uit, want die hebben we ook niet nodig. Oké. Okay. Dan doen we hem dicht. We gaan nog even kijken, wat had ik ook alweer gezegd? Op 160 graden. Doe maar dicht. Doe maar dicht. Klik en dan druk op die. Deze. Oh nee, niet die. Dan weet ik het niet meer. Deze. Kom, vind je die? Zo. Ja. Klik. Nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Start. Die. Ja. Nee. Ja. Je moet aan. Anders worden we. Ja, goed zo. En dan gaan we nu eens alle spulletjes zoeken. Doe mij even dicht. Keurig. En jij gaat de camera vertellen, wat hebben we nodig? We hebben dik. Wat is dat? Ja. Zout. En we hebben meel. Zelfrijzend bakmeel, heel goed. Boter. Goed zo. Moet koude boter zijn, ja? Koude. Ja. Meel. Nee, toch. Donkere. Donkere. Suiker. Donkere suiker. Ja. Melk. Zo. En het allerbelangrijkste om de kruidnoten te laten smaken als kruidnootjes. Speculaaskruiden. Heel goed van jou. Je moet zo veel doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Ja. Hij staat op. Nou, we moeten hem nullen, want dan gaan we meten. Nul. Wil je een lepeltje bij hebben? Ja. 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 Mag ik maar zitten? Laat hem er maar in zitten, dat is makkelijker. Nul is zwaar. Ja, ga maar erin zitten. Pas op mijn dingetjes. Tot er een 1 en 2 nullen staat, hè? Goed, Mika. Ja. Dat is 13, er moet nog heel veel meer bij. Oh, dat was, even wachten, dat was 13. Even wachten, wacht. Ja, hij zit nu weer op nummer 9. 3. Ik hoor het. Ja, schat, dan moet ik een beetje opschieten, anders gaan we het allemaal heel houden, schatje. Ik heb 34 in totaal. Oeh, we zijn bijna de helft. Ja, nog zo'n scheppie. Nog meer? Ja. 13. Nog een beetje, een klein schepje nog. Ja. Heel klein schepje, een mini schepje. Ja. Oké. Okay. Dit is zoveel meel hebben we nodig, hè? Zet we terug op de weegschaal, anders weet je niet hoeveel 50 gram is, een meisje. Ja. Ik kan het even doen. Ja. Maar je mag zo. Oeh, kijk, dus dat is veel. Oh, het valt mee. Nee, dit is precies goed. Precies goed. Oké. Okay. Eerst, ja, voorzichtig zachtjes roeren. Een mespuntje zout, zoiets. En een speculaaskruid. En dan hou ik nog wat van speculaaskruid. Ik doe er maar een heleboel van in. Ja? Ja, wij wel. Ja. Kijk, volgens mij zit er nog een. Oh ja. Maar hoe krijgen we dat eruit? Ja, maar hoe? Ik ga op. Oh, pas op, het meisje.
Dus die is nog niet lekker, denk ik, of wel? Nee. Oké. Okay. We hebben lekker veel ervan in, dus gaat het lekker naar speculaars smaken. Eén lepels melk hebben. Ik geef het op jouw lepeltje. Oké, als het lepeltje... Ja, eentje. Ja. Ja. Twee. En boter. Mama heeft 40 gram boter pakken. Dat moest koude boter zijn, want dan wordt het natuurlijk lekker hard. Hard? Maar dat moet ook hard zijn. Ja, anders worden het geen bolletjes straks, hè. Dit is 50. Dus ik zou maar dat dit 40 is. Heel nog een beetje bij. Oh, ik heb proefleven. Nee, dat is nog niet lekker spannend. Dan gaan we deze boter erbij doen. Ik ga maar mijn kleine stukjes doen. Dit moet erin. Allemaal erin. Je mag zo met je handen gaan knippen. Mama gaat er boter bij doen. Dat wordt heel lekker. Mag ik dit erin doen? Nog in kleine stukjes, hè? Zo. Zo erin. Zo klein? Ja, dan moet het nog wel een keertje gesneden worden. Nee. Zo. Dit is zo hard. Nog een keertje snijden. Kleine stukjes van maken. Is dit goed? Ja. 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 Lekker. Zo. Ja. Zo'n stukje pak, dat je niet je vingers erin komt te zien. Zo. Een bolletje lijkt dat. Heb jij ze allemaal netjes in? Top. Op. Hup. Top. Goed zo. Nou, dan moeten we het gaan kneden tot één grote bal. Maar de bal heeft piek. Ja, maar dat geeft niet hoor. Moet het dan een grote bal? Bijna. Ja, dan was je het goed. Dat is heel goed, Brooke. Oh, wow. Ja. En dit is een grote bal. Even wachten. De handen wachten. Laat maar eens zien. Laat maar eens zien. Zo. Keurig. Het is pindakaas. Het lijkt wel op pindakaas, ja. Maar die is ook bruin. Pindakaas ook. Het ruikt toch naar pindakaas? Nee. Nee. En weet je wat we dan van een kleine bolletje mogen maken? Een heleboel kleine kruidnoten. Dan pakken we ons blaadje erbij. En hoe groot is een kruidnootje ongeveer? Zo. Ja, doe maar zo'n bolletje ervan afmaken. Hierop leggen. Dat is wel een hele grote kruidnoot. Dat kunnen we ietsjes kleiner. Kijk, ik denk dat een kruidnoot zoiets is. Kijk eens, Brooke, zoiets. En dan doen we een rondje ervan maken en doen we een heel klein beetje. Dat is een kruidnootje. Zal ik een stukje geven voor jou? Moet een beetje zo neerleggen. Dan hebben we nog als de eerste. Dan eens kijken, ik denk dat die nog wat kleiner komen. Zo, dat is ook goed. Nog een klein stukje erbij. Ja. En
Je kan hem beter op het plat op je hand leggen. Juist. Leg hem ernaast. Is hij even groot, denk je? Oh, hij is nog ietsjes groot, maar dan geef ik hem ietsjes groot. Oh, mijn hand. Die draaien. En als je klaar bent draaien, doe je... En dan moeten we de vinger tussen kunnen. Vinger ertussen en dan aan de andere kant van de vinger leggen. Aan de andere kant van de vinger. Je moet de vinger tussen kunnen gaan. Kijk. Zo, je moet de vinger tussen kunnen. Klopt. Ze worden natuurlijk een beetje groot, hè? Christmas memories.